klaar voor? Nee. Gaat het lukken? Ja. Dan moet je een mooie zwang schrijven. Mooie geruststelling schrijven. Omdat ik denk dat ik niet alles goed heb. Heb je het goed geleerd? Nee. Waarom niet? Omdat ik niet goed was, wist wat ik moest leren. Is dat erg stressen? Nee, valt wel mee. Je zit er niet tegenop? Beetje. Beetje? Hoeveel beetje? Klein beetje. Wat heb je allemaal bij je dan? Nou, eten, drinken, pennen, dingen. Zo. Oh, dan moet het toch goed komen? En allemaal zooi. Gaat het goed komen? Vast wel. Okay. Wat doe jij hier? Ja, zoals elk jaar gaan we als redacteuren van Punt Uit een examen maken. Voor mij is het dit jaar wel wat spannend, want ik heb helemaal niks met tekenen, kunst of wat dan ook. Je hebt niet geleerd? Nee. zoals het ook zo was toen ik op school zat, hoor. Dus wat dat betreft is er niks veranderd. Jij leerde nooit. Ik leerde niet zoveel. Maar ja, het wordt een beetje spannend dus, want ik heb me totaal niet voorbereid en ik heb geen idee wat er gevraagd gaat worden. Dus we gaan het gewoon zien. Ik moet officieel mijn mobiel inleveren. Oh, mag ik je mobiel hebben? Maar hij is niet van mij, hij is van het ED. Dus dat geeft helemaal niks, want de meeste zijn van vader en moeder. Dus ik wil hem graag hebben. Nou ja, vooruit dan maar. Die ED is toch weer stiekem proberen te ontduiken. Ja, dat, ik denk dat dat een beetje bij ze past, hè? Een beetje stiekem. Gemeen. Ondeugend. Oh. Ben ik klaar voor? Ja. Zeker in handen, zo niet wat van dit is wel juist de zin. Gaat het lukken? Ja, zeker. Ben ik klaar voor? Ja, natuurlijk. Kijk, is dat genieten hier? Nou, niet echt. Ga je voldoende halen? Nou, ik hoop het. Goed geleerd? Ja, een beetje. Beetje voorbereid? Ja, goed. Wat heb je allemaal bij je? Ik heb een woordenboek en mijn idee met al mijn pennen. Je kunt nog een beetje spieken in het woordenboek. Nee. Maar dat mag niet. Nee. Succes. Heb je goed geleerd? Ja, jawel. Gaat het lukken? Ja. Dikke voldoende? Ja, ik hoop het. Het examen een beetje goed te doen voor de leerlingen? Ja, ik heb het eventjes in 10 minuten wat doorgebladerd om een globale indruk. Eerste reactie, ja. Ja, wel redelijk te doen, denk ik. Je hebt ze goed voorbereid? Dat hoop ik. Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat ze voor hele grote verrassingen zijn komen te staan. Je hebt het overleefd. Ja, zo moeilijk was het niet. Vertel, hoe ging het? Ja, goed denk ik. Ja, voor de rest weet ik het niet echt. Ja, het ging hartstikke goed. Het was hartstikke goed. Makkelijker dan ik had gedacht. Het was een makkie. Ja, dat valt wel mee op zich. Het was te doen. Het was niet echt heel goed. Viel het een beetje mee? Jawel, ik denk wel dat ik het goed gemaakt heb. Ja, afwachten. Het kan goed komen of slecht gaan. Kan vriezen, kan dooien. Ja, precies. Viel die een beetje mee? Ja, dat wel. Ik had hem wel moeilijker verwacht. Wat was de moeilijkste vraag? Weet ik zo niet. Die wist je niet? Nee. Wat was de moeilijkste vraag? Ik denk met een paard en dan een abstracte vorm. Die vond ik het moeilijkst, denk ik. Knap ingewikkeld, hè? Ja, ik heb 4 jaar voor geleerd, dus. De Punt Uit redacteur. Hoe was het? Nou ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Want het is... ik heb maar wat geschreven. Je hebt maar wat gedaan, net zoals altijd. Net als altijd. Net zoals op de krant. Nou ja, kijk, weet je... je krijgt vragen over van alles en nog wat, over schilderijen. En dan schrijf je maar iets op wat je ziet.
Maar bij het tweede schilderij had ik geen enkel idee wat ik moest zien. Uiteindelijk zag ik toch een bepaalde ruiter of zo. Gelukkig. Want anders had ik die vraag echt niet kunnen maken. Ruiter of een paard is het, ja. Oh, dan moet je wel heel veel fantasie hebben. Nou, behoorlijk, ja. Ja. Op een gegeven moment zag ik het. Maar dat duurde wel even. Dus blijkbaar ben ik niet zo kunstzinnig aangelegd. Wordt het dan voldoende? Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het kan best eens meevallen, maar het kan ook gruwelijk tegenvallen dat ik helemaal de plank misgeslagen heb. Wat heb je met tekenen? Niks. Dit is het praktijkexamen van tekenen. Vandaag theorie, vorige week praktijk. En die twee die middelen ze tot één eindcijfer voor het centrale examen. De opdracht was maak een autonoom of een toegepast werkstuk voor wat over beweging gaat. En dat proces van het begin tot eind waar ze 12 uur aan hebben mogen werken, dat ligt hier. Ooh, we did it. Hey, hoe was het? Goed. Is het gelukt? Ja. Was het leuk? Ja. Hey, je hebt het overleefd. Ja hoor. Was het erg? Nee, voor mij. Weet je wel. Vertel, hoe ging het? Nou, ik hoop dat ik het aardig goed heb gedaan. Ja, dat hoopt iedereen. Ja. Ja. Nou, het viel me op zich mee. Ja. Viel mee? Ja. Was het makkie? Nou, dat nog net niet. Nee, het was best wel lastig, vond ik. Ja, lastig? Ja, viel mee. Jij bent gewoon heel slim. Ja, nee, dat niet. Erg stressen? Nee, viel wel mee. Je bent gewoon een coole kikker. Ja. Waar bestaat dat examen uit? Dat bestaat uit in ieder geval voor dit examen 38 vragen. En die vragen die gaan over allerlei onderwerpen die hebben te maken met het thema beweging. Dat was het thema, ieder jaar wisselt dat thema. Er worden vragen gesteld over kunstwerken, sowieso. Dit is ook een examen waarbij een bijlage aanwezig is. Een kleurenbijlage. Met heel veel plaatjes. Met heel veel plaatjes, ja. Van zowel schilderijen heb ik gezien als daadwerkelijk aanwezige driedimensionale kunstwerken. En wat willen ze daar allemaal van weten? Daar willen ze van weten bijvoorbeeld waarom een kunstenaar het heeft gemaakt. En waarom een kunstenaar bepaalde afwegingen gemaakt heeft in het maken van zijn werk. En dat is wel heel divers. Dat is heel divers. Vind je een leuk examen? Ja, dat valt wel mee. Examens zijn niet zo waar. Zijn nooit leuk? Nee. Maar in zijn soort was hij dan een beetje goed te doen? Ja, ja, ik vind het teken op zich niet zo erg. Dikke voldoende? Ja, hoop ik. Was het een leuk examen? Jawel, jawel. Heb je een beetje verstand van tekenen? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het ging wel goed. Je had nog heel veel tijd over. Ja, dus. Zo makkelijk was die. Ja, het waren weinig vragen. Dus. Is dat heel erg stressen zo'n examen? Nee, ik was heel goed voor de tijd klaar. Ik had nog 3 kwartier, dus. Kom goed, denk ik. Je bent er klaar voor. Ja, kom goed, denk ik. Succes! Yo, bedankt.